Korpschef Roberto Prade moet gewoon aan het werk verschijnen, omdat niet de juiste procedure is gevolgd om hem uit functie te ontheffen. Woorden van Milando Atompay, voorzitter van de Surinaamse politiebond. Atompay is van mening dat ontheffing per resolutie moet geschieden. En dat is in deze kwestie niet het geval. De Prade is niet ontheven, omdat ontheffing bij resolutie gebeurt. En als vakbond moeten we de heer Prade beschermen. Dus als dat bevoegde zakkundigen ze Prade willen ontheffen, dan moeten ze een reden aangeven. En ze moeten het bij beschikking doen, zodat de heer Prade weet waaraan hij aan toe is. Zover ze dat niet doen, zal de heer Prade normaal naar het werk gaan. Omdat als hij dat niet doet, is hij dan onwettig afwezig. Wij hebben gelijk een brief gestuurd naar de president, naar de mededelingen van de minister. En de president die heeft ons vanmorgen uitgenodigd om dan te praten over de reorganisatie van het korps. Atompay geeft verder aan dat de bond zal ingaan op de uitnodiging van het staatshoofd om te praten over het reorganiseren van het korps. Wat de reorganisatie betreft zijn wij content daarmee. Natuurlijk is het korps aan reorganisatie toe en moet het korps nieuwe tijden tegemoet gaan. Omdat de commissarissen die er nu zijn, die zijn allemaal binnen 15 maanden met verlof. Nee, zeg maar pensioen. En die posten moeten ingevuld worden. Het zijn strategische posten. Dus we willen wel daarover discussiëren met de regering. Om na te gaan hoe wij die posten zo best mogelijk kunnen invullen. En het beste van KPS daarin kunnen halen. Morgen brengen wij u een update over het resultaat van het gesprek tussen de politiebond en de regering.